Fans van het hertenkamp in Park Mervestein kunnen iets meer hoop hebben dat de herten van de lijst voor verboden huisdieren afgaat. Per 1 januari moet een nieuwe wet in werking treden die het houden van de herten in een hertenkamp gaat verbieden. Een voorstel van het VVD-gemeenteraadslid Alexander Koelman om de herten van de lijst te halen werd op het VVD-congres in Apeldoorn in meerderheid aangenomen. Dat betekent heel concreet dat er een heel duidelijk signaal is naar de Tweede Kamerfractie, naar het kabinet. Uh, dat uh, de overgrote meerderheid van de VVD'ers wil dat we hertenkampen uh, behouden. Uh, en dat signaal is volgens mij wel gehoord in Den Haag. Ook bij het CDA gaan stemmen op om ten aanzien van de damherten minder streng te zijn in de nieuwe wet. Meerdere gemeenten, waaronder Tiel, hebben al brieven geschreven aan de Kamer en kabinet. Ik heb hele goede, uh, goede hoop. Uh, ja. Ik zou nu niet meer weten wat ik nog anders als Dordts raadslid moet doen om te zorgen dat we zouden. Het monitoren he, heet dat uh, chic. Ja, heel goed in de gaten, zo is het.